Ik praat hier met Julie de Wit van Microsoft en we praten eigenlijk over het item programmeren in de klas. En Julie, jullie zijn erg bezig als Microsoft om op een gegeven moment in de klas mogelijk te maken dat kinderen leren programmeren en überhaupt meer met technical skills kunnen doen. Waarom doen jullie dat? Omdat we zien dat Nederland hopeloos achterloopt. En als wij als Nederland een Europese hub willen worden voor start-ups of als ze Nederland willen groeien, dan moeten we werken aan ook die digitale skills. En dat moet al vroeg. En dat willen we eigenlijk al vanaf de lagere school al introduceren. Okay. En Nederland loopt hopeloos achter. Well, en waaruit blijkt dat dan bijvoorbeeld? Nou ja, het UWV heeft bijvoorbeeld aangekondigd dat er per kwartaal 11.000 technische jobs openstaan en dat 80% daarvan niet wordt vervuld. Nee. Dat is een ontzettend groot probleem. Maar we zien het ook gewoon in het onderwijs, dat het onderwijs nog steeds vrij traditioneel is ingericht. En dat onze kinderen eigenlijk niet worden voorbereid op de banen van de toekomst. Ja, ja, dat is inderdaad een groot probleem. En nu werken jullie mee aan een aantal initiatieven. Ik kwam dan bij Codeuur kwam ik terecht. Wat is Codeuur op dit ogenblik? Codeuur is een stichting die er eigenlijk voor zorgt dat mensen uit het bedrijfsleven, dus ook Microsoft, en wij doen dat met zo'n 150 collega's, wekelijks gratis codeerlessen geven op scholen in groep 7 en 8. En zo'n codeuur kun je makkelijk als school aanvragen op de website. Mm-hmm. Je wordt gematcht met vrijwillige gastdocenten uit jouw regio. En die komen met een uitdagende en inspirerende les, waarbij we natuurlijk ook de leerkrachten niet vergeten. Ja, ja. Dus oké, er zitten nu echt honderden, zeg maar, vrijwilligers. Jullie hebben er alleen al 150 en ik zag allerlei bedrijven staan op die codeuursite. En dat doen jullie omdat jullie geïnspireerd zeggen van jongens, hey, het is gewoon op het ogenblik, is het naadje en het moet gewoon veel beter. En in plaats van wachten tot de overheid het regelt, helpen jullie eraan mee. Ja, en het is niet alleen Microsoft, hè. Er zijn verschillende andere techbedrijven en niet-techbedrijven die de handen echt samen ineen hebben geslagen. Ja. We gaan niet wachten op dat het curriculum wordt aangepast of dat we ons... Dat we wachten op de overheid. Mm-hmm. Ik vind dat we onze verantwoordelijkheid daarvoor moeten nemen. Ik ben zelf moeder van 3 dochters. Dus ik, als we geen ander realiseer me dat het onderwijs... Ik ben daar de liefste van. Ja. Van 3 dochters. En ik realiseer me dat we een verantwoordelijkheid hebben voor het onderwijs van onze eigen kinderen. Niet alleen op de school kunnen leunen. Ja, dan gaan we binnenkort weer de verkiezingen in. Jullie hebben nu ervaring opgedaan van wat er eigenlijk dat nodig is. Maar je doet af en toe een uurtje hier en een uurtje daar en je inspireert mensen en dat soort zaken. Wat moet er gebeuren om structureel dat onderwijs, zeg maar, op een hoger niveau te krijgen? Ik denk dat het curriculum moet worden aangepast. En dan niet zozeer programmeren als apart vak. Dat is niet de bedoeling. Het is vooral de bedoeling dat de manier waarop we onze kinderen de vakken rekenen en taal en aardrijkskunde en geschiedenis leren, dat die hoe kunnen we versmelten met digitale vaardigheden. Mm-hmm. En daar zijn ontzettend veel leuke lesmethoden zo gratis beschikbaar. Het is nu alleen nog een kwestie van het proberen en het gewoon doen. Ja, en betekent dat de leraar getraind moeten worden? Of betekent dat er gewoon alleen maar geld is waardoor andere externe agenten bezig zijn? Of zeg je, nee, de hele school moet eigenlijk anders gaan werken. En dan denk je meteen van, oh my god, anders gaan werken. Dat is zo in bedrijfsleven al een ramp en dat is met scholen natuurlijk ook heel erg moeilijk. Ja, nou we zien al dat er al tractie is. Hè. We zien al dat er leerkrachten al de voorhoede zijn. Mm-hmm. Maar ik denk dat we stapje per stapje het moeten aanpakken. En niet moeten verwachten dat we in één keer nu het hele lesprogramma kunnen veranderen. Mm-hmm. Maar we moeten stapje per stapje dit doen. Ja, op Codeuur staat dat er 72.000 kinderen bereikt zijn. Dus 72.000 kinderen hebben een programmeerles gehad. Zeg maar met al die vrijwilligers. Is er nog een bijzonder moment geweest waarop een heleboel van dat soort kinderen bereikt zijn? Ja, zeker. Op 14 oktober hebben we het wereldrecord programmeren verbroken. En toen hebben we de Australiërs verslagen. En hebben we 11.368 kinderen leren programmeren op één dag. Ja, ja. Dus dat is echt een wereldrecord. Ja, we hebben een wereldrecord verbroken. Nou, dat is heel mooi. Oké, nou, als alle parlementariërs, zeg maar, die nu zijn nu bezig met verkiezingen en die doen allemaal uitspraken. Wat is nou een makkelijke manier waarover nagedacht is wat er in dat curriculum veranderd kan worden? Zijn daar al gewoon standaard templates waar mensen over nagedacht hebben? Nou, ik denk niet dat we standaard templates moeten gebruiken. Ik denk dat we moeten vooral kijken wat er in het onderwijs nu nodig is. Maar we kunnen wel
met een schuine oog kijken naar wat de Engelsen al doen. Die hebben dat heel goed gedaan met die Markowitz. Mm-hmm. En we weten dat er twee ontzettende intelligente vrouwen nu bezig zijn vanuit de TU Delft en vanuit FutureNL en CodeUur. Die zijn bezig met het opnieuw uitvinden van dat curriculum en vooral ook op computational thinking. Oké, waar kunnen we daar iets over lezen? Nou, dat binnenkort, dat is nog niet klaar. Oké, goed. Nou, hartelijk bedankt Julie. Zijn je kinderen een beetje, je hebt drie dochters, kunnen ze dan een beetje programmeren? Nou, de oudste is 10. Die is al bezig met Autobots en met code.org uiteraard. Ja. En het is vooral belangrijk dat we vanaf jonge leeftijd beginnen. Mijn jongste is 4, dus ik zal haar binnenkort ook voor code.org zetten. Ja. Je hebt zelf een zoon. Ja, ik heb zelf een zoon, ja, van 10. Nou, ik zou hem uitdagen. Hij is vast bekend met Minecraft. Ja. Op code.org is een hele mooie tutorial waar je zelf Minecraft kunt gaan programmeren. Ja, nee, een jongetje en Minecraft en zelf programmeren, dat lijkt me een geweldige combinatie. Ik ga meteen naar hem toe. Hartstikke bedankt voor dit gesprek en succes met de drie dochters. Dankjewel.